Hoi en welkom bij weer een gloednieuwe donderdag video waarin ik lifehacks uitprobeer zodat jij dat niet hoeft te doen. En vandaag ga ik allerlei verschillende soorten hele toffe lifehacks uitproberen waar ik ontzettend benieuwd naar ben. Dus laten we voor de like op proberen om de 10.386 te halen. Ik ben heel erg benieuwd of dat ons gaat lukken binnen één dag. En vergeet ook zeker niet om op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier krijg je namelijk een melding wanneer ik een nieuwe video upload. En hoef je er dus nooit meer eentje te missen. Hoe tof is dat? En dan kun je er ook meteen bij zeggen dat je bij de hashtag notificatiesquad hoort. Woehoe! Dus als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken. En laten we beginnen. Ik had laatst dit potje met chocoladepasta gehaald. En het leek me heel erg leuk om deze te bewaren als een bekertje. Alleen ik vond het echt super lastig om het label eraf te halen. Dus ik ga het nu eventjes op camera laten zien. Als je dus hier zeg maar aan trekt, dan blijft de sticker er eigenlijk gewoon nog op plakken, zoals je kunt zien. En dat schiet natuurlijk echt helemaal niet op. Het is echt zo lastig. Ik ben er eeuwig mee bezig geweest en heel erg hard gescrubt. Uiteindelijk is het wel gelukt, maar ik kwam laatst een hack tegen waarbij je het nog makkelijker kunt doen. En ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Dus het enige wat je natuurlijk nodig hebt is het potje waarvan je het label eraf wil halen. En daarbij heb je ook een föhn nodig. Het klinkt allemaal super makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is de föhn hierop te richten. En dan wordt die warm en dan kan je dit als het goed is heel erg makkelijk aftrekken. We gaan het gewoon zien, jongens. Ik heb geen idee of het gaat werken. Ik ga het gewoon allemaal eventjes hier zetten. En dan ga ik hem aanzetten. Woo! En dan eventjes opwarmen. Oké, ik heb het nu ongeveer 2 minuten geföhnd. En ik denk dat hij wel flink opgewarmd is. En het glas is echt super warm en heet. Dus ik ga proberen om het label er nu af te halen. Kijken of het gaat lukken. Oh, het eerste stukje gaat al vrij makkelijk. Best wel lastig om het eraf te halen nu. Zo. Oh, het gaat best makkelijk. Lukt het? Nee! Kijk, jongens. Dat schiet echt totaal niet op. Je ziet er alsnog een heel groot label op. Oké, behalve dat de Nutella helemaal gesmolten is, kan ik in ieder geval zeggen dat deze föhnhack echt absoluut niet werkt. Woe! Het is nu wel echt helemaal zacht geworden. Zo ontzettend lekker, jongens. Dus de Nutella krijgt van mij natuurlijk wel gewoon een heel groot duimpje omhoog. Alleen de hack krijgt echt een dikke duim omlaag. Zo slecht. Oké, ik heb een vraagje. Wat is jouw favoriete fruit? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En de reden dat ik dit vraag is omdat ik hier kersen heb. Het is natuurlijk kersenseizoen, dus je ziet kersen echt overal. Alleen het lastige aan kersen is dat ze met een pitje komen. Dus daar heb ik deze hack voor gevonden. Je kunt namelijk de pitjes uit kersen halen op een hele makkelijke manier. En ik ga natuurlijk kijken of dat ook inderdaad werkt. Dus het enige wat je hiervoor nodig hebt is natuurlijk kersen, een flesje en een eetstokje. En het eerste wat je moet doen is een kers erbij pakken en hier vervolgens het steeltje eraf halen. Zo. Deze kers zet je dan op het flesje. Oh. En dan pak je je eetstokje erbij. En vervolgens druk je met het eetstokje hier bovenop de kers. En dan druk je het eetstokje er helemaal doorheen. En als het goed is, schiet het pitje dan zo door het flesje heen. Dus ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. We gaan het zien. Oh my god. Oké, op het internet zag het er een stuk makkelijker uit. Wow, het is gelukt. Er zit een pitje hier in het flesje. Ik heb wel het gevoel alsof ik een kers heb vermoord hier. Maar in principe werkt het wel. Laten we nu eventjes kijken of de pit ook inderdaad helemaal weg is. Ik hou echt heel erg veel van kersen en ze zijn nog lekkerder met een beetje chocola. Oh, putje. Nou, in principe werkt de hack wel. Ik vind hem alleen een beetje lastig. Dus van mij krijgt deze een half duimpje. Yay! In deze hack ga ik de ultieme face mask uitproberen. Het is namelijk een masker gemaakt van een ijsje. Het melk dat erin zit zorgt ervoor dat het je huid helemaal verzacht. Vervolgens is het natuurlijk koud, dus daarom krijg je er niet zo'n puffy gezicht meer van. En daarbij is het ook nog eens chocoladeijs. En chocolade voedt je gezicht. Dus als het goed is, is dit echt het ultieme masker. En ik ben er heel erg benieuwd naar of het een verschil gaat maken. Dus het enige wat je natuurlijk nodig hebt is een ijsje. Tada! Daar is die dan. En dit moet ik dus op mijn gezicht gaan stoppen. Oh, spannend. En nu dat ik een ijshoorntje heb, moet ik het natuurlijk wel op de meisje Jamila manier doen. Dus ik ga gewoon beginnen als een eenhoorn. Oh my god. Oh, dat is koud, jongens. Oké, ik ga het er gewoon een beetje opsmeren. Ik probeer het over mijn hele gezicht te doen. Zo, over mijn neus. Zo. Wow, jongens. Hier een beetje onder mijn ogen. Zo. Haha, hopelijk krijg ik er geen wallen meer van.
Oké, ik denk dat het nu al genoeg is. Het druipt echt helemaal van mijn gezicht af. Dus ik weet niet wat hier nou precies de bedoeling van is. Maar ik laat het er gewoon eventjes op zitten. En vervolgens haal ik het er natuurlijk weer af. En dan gaan we kijken of het gewerkt heeft of niet. Oké, nou ik denk dat ik wel genoeg heb gewacht. Het begint nu echt ontzettend te jeuken. Dus ik ga het er maar afhalen. Ik heb hier gewoon papieren doekjes. Nou, het gaat er nog best wel makkelijk af zo. Oké, ik denk dat het meeste nu wel van mijn gezicht af is. Eventjes voelen. Het voelt voornamelijk alleen maar plakkerig. Ik ga nog eventjes goed schoonmaken met een nat papieren doekje. Zo. Hey, dat voelt een stuk minder plakkerig aan. En het voelt eigenlijk best wel smooth en zacht. Op zich ziet mijn huid er niet slecht uit. Maar het ziet er ook niet bepaald beter op uit, vind ik. Behalve dat er dan overal stukjes chocoladeijs op zit. Maar, ik weet niet zo heel erg goed wat ik hier nou precies van moet vinden. Ik weet in ieder geval wel dat ik veel liever het ijsje opeten dan dat ik het over mijn hele gezicht heen smeer. Dus van mij krijgt deze hack echt toch maar een duimpje omlaag. De vraag van vandaag is, heb je deze video tot het einde bekeken? En als je dit ziet, dan is het antwoord natuurlijk ja. En om dat te bewijzen, laat dan eventjes in de reacties achter wat het codewoord is. En het codewoord van vandaag is eenhoornijs. Vergeet ook zeker niet om deze video een dikke duim omhoog te geven. En dan zie ik je natuurlijk in de volgende video. Doeg!